Welkom op het Hoge Land. Vandaag gaan we samen met jou een schooldag beleven. Elke dag om 8:55 beginnen de lessen. Er zijn 2 locaties waar je les kunt hebben. Op de Trompetstraat hebben alle brugklassen en HAVO 2 tot en met 5 les. En op de Parel Hoenstraat zit VWO 2 tot en met 6 en MAVO 2 tot en met 4. Deze locaties liggen op 5 minuten fietsen van elkaar. Op onze school kom je in een MAVO-HAVO, HAVO-VWO of een VWO-brugklas. Esther zit in een VWO-brugklas. Elke klas krijgt een mentor. Wekelijks heb je een begeleidingsuur. Tijdens dat uur helpt je mentor met dingen zoals plannen en organiseren. Je mentor is er ook voor je als je persoonlijke problemen hebt. Daarnaast helpt je mentor je met het gebruik van de Plenda. De Plenda is een agenda waarmee je makkelijk kunt plannen. Deze agenda krijgen alle brugklassers bij de start van het schooljaar. De Plenda is op het Hoge Land verplicht. Nu heeft Esther KTC. Elke VWO-brugklas volgt KTC. KTC is een mix van de vakken Latijn en Grieks. Je krijgt les over de taal en de cultuur. Esther heeft net 45 minuten les gehad. Zo zijn alle lessen. Soms heb je ook een blokuur. Dan heb je 90 minuten les. Esther gaat nu naar het vak O&O. O&O staat voor onderzoeken en ontwerpen. Je kunt hier ook examen in doen. Elke HAVO-VWO en VWO-brugklas volgt O&O. Elk kwartaal krijg je een opdracht van een echt bedrijf. Bijvoorbeeld van IKEA of van Dierenpark Amersfoort. Bij dit vak leer je plannen, onderzoeken en ontwerpen. Je leert dus door te doen. Een nieuw vak op het Hoge Land is C&E. C&E staat voor creativiteit en expressie. Het is een soort mix van de vakken muziek, dans, toneel en beeldende vorming. Je hebt naast C&E ook gewoon nog beeldende vorming, drama en muziek. Als je moeite hebt met een vak, kun je naar een differentiatieuur gaan. Tijdens dit uur word je geholpen met dat vak wat je moeilijk vindt. Bijvoorbeeld met Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen of plannen en organiseren. Onze school biedt ook MAVO XL aan. Alle MAVO XL-klassen volgen technologisch design. Dit is een samensmelting van beeldende vorming en techniek met net iets extra's. Je begint elk project met een kick-off. Hier krijg je dan uitleg over het project, zodat je gelijk begint te denken als een professional op dat gebied. Aan het eind presenteer je jouw werk. Creativiteit, praktisch werken, fotografie en computergebruik komen allemaal samen in één project. Het Hoge Land onderscheidt zich hierin van andere scholen. Ook kun je met MAVO XL gevorderd Engels onderwijs kiezen. Dit heet Cambridge. Ook alle HAVO en VWO-klassen kunnen Cambridge volgen. In de brugklas heb je hoge C's. Hier ga je jezelf verdiepen en verbreden. Zo ga je bijvoorbeeld Amersfoort verkennen met een kompas of leer je koken. Elk kwartaal mag je een andere hoge C kiezen. Op het Hoge Land hebben wij een gezonde schoolkantine. Hier kun je gezonde broodjes en tussendoortjes halen. Als je in de eerste of de tweede zit en er valt een les uit, wordt je klas opgevangen door een invaldocent tijdens een invaluur. Hier mag je onder begeleiding van een docent zelfstandig aan huiswerk werken. Als het eerste of het laatste uur uitvalt, heb je geluk, want dan mag je later naar school of eerder naar huis. Vanaf klas 3 en hoger mogen leerlingen zelf hun tussenuren indelen. Ook biedt het Hoge Land parascholaire activiteiten aan. Dat zijn dingen die je naast je normale lessen mag kiezen. Denk bijvoorbeeld aan zang, theater, dans of zeilen. Je leert hierbij ook veel kinderen uit andere klassen kennen. Ieder jaar zijn er ook een aantal vette schoolfeesten. Hopelijk heb je een goed beeld gekregen van het Hoge Land. Als je meer informatie wilt, kun je altijd op onze site kijken. Hopelijk tot volgend jaar!